Waarschuwing. Deze serie is er om je in vetlange tunnelvisies te laten struikelen. Wij zijn niet aansprakelijk voor het verliezen van punten in de app. Liefdagboek. Wat een aflevering was dit. Freesia die snel geld verstopt, maskers en gekke figuren die in het rond vliegen. En dan komt er nog een te gekke executie voor de kandidaten. Wat een aflevering en wat een vragen. Want wie is nou toch na deze aflevering de mol? In mijn hoofd gaat er veel rond. In deze serie komen vragen voor zoals wie is de kandidaat? Wie is de mol? En waarom? Anders dan het Wie is de Mol journaal of Breaking Mol News, waarbij ik alle hints en theorieën deel, deel ik hier de kijk op de kandidaat zelf en de aflevering zelf. Maar pas op voor tunnelvisies. In deze aflevering zal ik de twee verdachtste kandidaten bespreken volgens mijn Instagram-volgers. Allereerst Kim. Waarom is zij kandidaat? En waarom is zij mol? Ze is kandidaat omdat ze goed mee weet te doen met het spel. En tijdens opdracht 2 avondklok is ze heel erg geconcentreerd bezig met het spel en wil ze dat Freesia en Letitia snel weer weggaan naar hun eigen groepje. Zo? Maar niet cijfers zeggen, want anders worden we helemaal gek. Oké, want we hebben nummers niet in ons hoofd. Okay. Deze twee, we weten de timingen van deze twee. De kleine en de middelste. 1 minuut 15. Ja. Oké, bij ons is de... Maar waarom is ze mol? Daar heb ik meer redenen voor. Allereerst is ze er snel bij aan het einde met de opdracht aftroeven om al het geld in te leveren bij Rick. Ik ben niet eerlijk. Nee. Ja, maar jongens, dit is toch niet zo simpel als dat het lijkt? Ja, juist wel. Ja, ik was het er niet mee eens. Oké, democratisch. Democratisch, jullie met z'n vieren. Oké. Dus we kopen alles op. Maar vind jij, ben jij het er niet mee eens? Ik denk dat we kopen ze allemaal. Ze zegt niet veel en kijkt heel verdacht in mijn ogen. Dan in opdracht 2 valt het nog wel mee. Maar door het schema van de thermometer op Instagram ben ik tot iets gekomen. De mol wil namelijk zo goed als het kan 10 minuten van de 11 uur 22 zitten. Het enige groepje waarbij de tijd maar een paar seconden verschil had, was die van Everon, Hila en Thomas. De andere twee groepjes hadden nog wel wat meer seconden speling. Dan in opdracht 3, of beter gezegd de executie, kwamen we er in augustus achter dat Kim achter de maskerfoto zat. Om dit te versterken, zei ze in haar pleidooi dat we haar goed in de ogen moeten kijken. Oftewel, goed in het masker zijn ogen. Ik zou zeggen, kijk in mijn ogen, voel wat je voelt. Maar ik ben niet mol. Letitia. Ook een superverdachte kandidaat. Maar waarom is zij kandidaat? Letitia is kandidaat omdat ze tijdens de eerste opdracht zoveel als het kon jokers ging stelen. Voor de rest is Letitia heel oprecht tijdens haar pleidooi en ook erg enthousiast tijdens haar pleidooi, wat misschien zou kunnen leiden tot een kandidaat-eigenschap en geen mol-eigenschap. Gerard, ik ben operazangeres, maar belangrijker nog, ik ben niet de mol. En ik baal ervan. Ik baal er echt enorm van. Letitia was tijdens haar mollicitatie zo ijskoud. Ik denk ook nog steeds dat er misschien een scherm gaat komen en dan dat er opstaat, jij bent de mol. En het gebeurt niet. En ik... Waarom is ze mol? Aan het einde van opdracht 1 tonen ze als eerste haar joker aan Rick. Daarna volgde de rest van de kandidaten ook. Als mol wil je dat er zoveel mogelijk jokers worden gevonden en zoveel mogelijk worden opgekocht door het groepje aftroeven. Haar tafereeltje. 1. 2. 3. Dan in opdracht 2 zat ze net zoals Kim Lian in een groepje die meer seconden op afstand zaten dan het groepje van Everon, Hila en Thomas. En dan nog tijdens de executieopdracht zei ze iets raars in haar biecht. We moesten een pleidooi voorgaan bereiden om mensen te gaan overtuigen dat ik niet de mol ben. Hoe dan? Tot zover deze twee verdachte kandidaten. Bedankt voor het kijken en luisteren naar het Pro-dagboek. Deze korte serie zal zich niet elke week herhalen, maar niet getreurd, hij zal wel vaker terugkomen. Heb je zelf nog suggesties over wat ik meer zou kunnen doen? Laat het dan even weten in de comments. Abonneer voor meer en tot de volgende keer.